Dag Rick, 3 punten in de derby. Staan we hier met een tevreden trainer? Staat hij zeker met een tevreden trainer. Ja, het vond hij zo mooi aan deze wedstrijd. Ik vond de intensiteit van beide ploegen vond ik mooi. Ik vond de sfeer in het stadion ook mooi. Ik vond de manier waarop de scheidsrechter de wedstrijd heeft geleid, vond ik uitstekend. Dat maakte ook dat het een echte wedstrijd kon worden. En uiteindelijk, kijkend naar de kansen, denk ik dat wij wel de verdiende winnaar zijn. En los van die 3 punten, bent u ook tevreden met uw gele spel? Ben ik wel tevreden over. Vorige week natuurlijk een slechte avond gehad. Nou ja, ten opzichte van die week was dat vandaag een stuk beter. En ik ben ook blij dat de dingen die we besproken hebben, dus de noodzaak om bepaalde dingen te doen, zoals het goed verdedigen bij spelafvattingen, zoals het goed verdedigen van onze eigen 16 meter, nou, dat heb ik vandaag wel op een goede manier gezien. Ja, u zat die maandag ook op de tribune. Was die avond cruciaal voor uw tactiek vandaag? Nee, niet cruciaal, maar het heeft wel bijgedragen aan het strijdplan van vandaag. Maar goed, we kijken de wedstrijden altijd op beeld terug, maar nu was er een goede mogelijkheid voor mij om de boel live te aanschouwen, dus heb ik dat gedaan. We kunnen ook onderstellen dat VVV de koning is van de uitwedstrijden? Nou ja, daar lijkt het wel op natuurlijk, want we doen het uitstekend en we staan ook eerst of tweede op die ranglijst. Maar daarbij is gelijk het verschil tussen uit en thuis te groot en zullen we moeten verbeteren om ook thuis meer punten te pakken. Ja, Suleiman die maakte vandaag ook zijn eerste assist. Hoe tevreden bent u met zijn optreden? Zeer tevreden. Suleiman heeft extra kwaliteiten die het verschil kunnen maken. Suleiman moeten we wel even de tijd geven om ook te wennen aan alles in Venlo, aan VVV, aan heel Venlo, aan op zichzelf wonen. Dus ik ben wel voorzichtig met hem. Daarom haal ik hem ook af en toe wat sneller eruit. Maar ik denk dat Suleiman ons nog heel veel gaat opleveren. Vorige keer dat ik jou zag stond je in een AZ-shirt. Je stond te boeken bij AZ als een groot talent, die op termijn wellicht wel Carlson kon opvolgen. Van waar ik de stap van VVV? Ja, ik zag zelf dat AZ niet echt perspectief in me had om naar het eerste te gaan. Dus dit was gewoon een betere stap voor mijzelf. En ik ging gewoon achter mijn gevoel aan. En hoe is het eigenlijk tot stand gekomen? Volgens mij, ja, Rick, onze trainer, belde me mijn zaakwaarnemer. En het ging heel snel. Ik ben langs bij hem thuis geweest en we hadden een goed gesprek en een lang gesprek. En daar heeft hij me een beetje overtuigd om naar VVV te komen. Ben je al een beetje gewend hier in Venlo? Ja, jawel. Ik ben nog niet heel veel buiten geweest, maar binnenkort ga ik wel even de stad in of iets. Wat wil je nog bereiken dit seizoen voor jezelf? Ja, gewoon dat ik mijn goaltjes en assisten kan meenemen. En dat is voor mij nu gewoon het belangrijkste. Ja, en wellicht in de toekomst. Zie je dan voor jezelf nog weer een stap naar een topploeg in de Eredivisie? Ja, wie weet. Als ik gewoon blijf scoren en assisten lever, dan komen ze wel kijken, ja.